Zion, je hebt ADD. Ja, leg gewoon eens uit wat dat, dat is. Hè? Want Ik, ik ken wel, het nu wel, maar misschien ja. voor veel mensen is het zo een term die ze niet echt kunnen thuisbrengen. Het is vooral uh, problemen hebben met jezelf te concentreren. Uh -huh. En ja, stilzitten, dat is ook uh, moeilijk. Uh -huh. En je focus op één, één ding. En, ja, ik vlug had... afgeleid. Ja, huh? heel vlug. Ja. En dat is toch soms wel aanbetend als je dat hebt, vooral uh, uh, op school. Mm -hmm. ja, studeren is niet zo gemakkelijk, maar met de jaren is dat wel beter en beter geworden. Pas je past u aan, ja. hè? Mm -hmm. inderdaad. Maar ja, vooral dat concentreren is uh, moeilijk. En wanneer heb je daar, wanneer ondervind je daar dan zelf, ja die moeilijke? Je zegt op school, hm. maar is dat dan in bepaalde situaties? dat je je, ik wil wel, maar het, wacht, sorry, ik wil wel, maar maar het gaat gewoon niet, of? Ja. Ik weet niet op welke leeftijd we dat hebben. Een... Ja, hoe is dat precies gegaan? Hoe is dat? Uh, hoe ik denk de laatste jaren in de, in de lagere school, zo het vierde vijf. Want ik weet wel dat je tot tweede, derde leerjaar alles ging vanzelf eigenlijk. Al een beetje parallel met, met, met uh -huh. ik zelf heb meegemaakt. Dan, bij mij kwam het op latere leeftijd, die confrontatie daarmee. Maar dat waren een signaal van school hè, dat ze zeiden van ja, eigenlijk is dat een kind dat constant afgeleid is. En, uh, ja, dat zorgt dan voor maar we leven in een wereld waarin ja. we constant afgeleid worden. Ook, dus, ja. Ja. Maar dan zijn we natuurlijk uh, eerst via het CLB, maar dan toch bij psychologen terechtgekomen. Eerst geprobeerd via therapie om er mm -hmm. iets aan te doen. Mm -hmm. Maar dat was dan ook niet toereikend. En dan komt die medicatie op een gegeven moment op het voorplan. Mm -hmm. Daar heb ik ook heel veel over gelezen en de pros en cons afgewogen. Op een gegeven moment was dat toch wel een van de elementen die er konden voor zorgen dat het iets beter ging. Hij is dan ook op internaat gegaan om mm -hmm. meer structuur, structuur te hebben. Ja. Ja. En die combinatie heeft dan toch geholpen. Geholpen voor een tijdje, maar vrij snel zijn we dan ook al beginnen die medicatie ja, nou, opzetten. Ik, ik denk toch dat ik dat een jaar, een jaar heb genomen. Mm -hmm. Goed. Mm -hmm. En heb je dat dan dagelijks genomen of tijdens de examensperiodes? bijvoorbeeld? Ja, dagelijks. Ja. Ja. In, want in het begin was dat uh, relatine. En dat was om de vier uur uh -huh. denk je dat je een pilletje moest pakken uh -huh. en maar ja, dat vonden we dan toch niet echt een goed idee omdat zo omdat, uh, soms had ik dan geen honger en dan na acht uur begint dan alles uh -huh. heel de kast uh, uh -huh. opgeten, eigenlijk. Uh -huh. en um, dan zijn we overgeschakeld naar Concerta uh -huh. en dat is, dat is goed voor één en dag dan moeten niet uh -huh. en maar dan zijn we er toch mee gestopt waarom dat weet ik eigenlijk niet meer gewoon omdat we het op, op een andere manier hebben proberen oplossen. Door, ja. Hij heeft een tante die, die zich wel heel uh, gefocust kon bezighouden met zijn studie. Ja, mm -hmm. dan heeft me wel geholpen. Daar heeft hij veel aan te danken. Ja. Ik zou het zelf ook moeilijk gehad hebben. Om, dus die, 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 die heeft samen met jou gestudeerd eigenlijk. Ja, maar anders. als er iemand naast mij zit en die echt zo ja. mij erop wijst: van... oké, okay, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. dan dat gaat dat wel voor ja, mij, maar als begrijp... ik er alleen zit, dan zit ik daar achter die een boek. Nee, en... wel, dat is bij mijn, bij mijn pluszoon net hetzelfde. Dus... Na nu heb je één bladzijde gedaan, omdat je meer naar buiten aan het kijken wordt dan, dan ja. naar je blad. Ja, als, als ik jou dat hoor vertellen, dan denk ik, als kind was dat bij mij ook zo. Ja. Hè? En de hond van de buur die aan blaffen was, ja. en ik kon gedurende een half uur ook niks meer doen. Mijn, mijn mama zegt dat ook altijd. Mochten die termen vroeger al zo gebruikt of ingeburgerd zijn dan nu, dan, dan was jij daar als kind zeker ook mee Maar ik denk dat dat vaker voorkomt. Maar dat niet iedereen er zo mee naar buiten komt? Ja, toch? Ik, ik... Of dat er niet iedereen er zich zo ja, mee bezighoudt? In onze tijd was het ook niet, uh, werd er ook niet over gesproken. Nee, therapie, niet... dat soort dingen. Dat, 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 nee, het is dat. Hè. Dus ik denk ook wel uh, dat, dat er. Mm, ja, ik denk dat dat is wat jij bedoelt, hè, Zion, dat meer mensen ADD hebben of. of, of. Ja. En ze dat, dat ze dat niet weten ook gewoon. Er zijn ook gradaties, hè. Ja, van voilà, het is dat. Ja. Dus dat Want vanaf hier, je de, als je er last van hebt, mm. dan, is het natuurlijk, ja, dan moet je er iets aan doen. En het maar... heeft iets met hormonen te maken ook. Dus uh, ja, in de puberteit komt dat misschien naar, sterker naar boven. Ik, ik heb er nu nog altijd last van. Ik kan me moeilijk concentreren op bepaalde dingen. Dus doe ik veel dingen tegelijkertijd. Ik ben zo'n beetje een, een aandachthopper. Mm hopper -hmm. Ik snap dat, naar beneden gaan voor het wasmachine te doen, maar ondertussen ook dat doen, dat doen en dan niet meer weten. Dan, uh. Maar, maar uh, gebruik jij dan ook medicatie, Coco, of niet? Heel zelden. Ik heb nog zo'n doosje Relatine, dus waarschijnlijk al over tijd. Maar mm -hmm. als het echt nodig is, durf ik wel zo'n te wanneer is het echt pakken. nodig? Als, je, voor, als ik iets wil afwerken. Weet je, ik ben, als ik met teksten bezig ben, ben ik eerst aan het. Uh, Informatie verzamelen. Maar op een gegeven uh -huh. moment is dat een berg. En uh -huh. die berg is voor iedereen die uh, geconfronteerd wordt met ADD heel herkenbaar. Dat is een berg en je uh -huh. ziet door het bos de bomen niet meer. Uh -huh. Dus en je draait die om. Wand... <laughs> ja, maar als je dan een, een pilletje pakt, dan, dan gaat er in één keer wel door. Of erover, in ja. dat geval. You're all the way.